Stel nou, het komt toch ooit tot een fusie tussen de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP. Hoe zou die partij dan moeten gaan heten? Ik denk gewoon weer Partij van de Arbeid. Met het avondje willen. Almachtig zeg hij. Het waren niet zomaar even verkiezingen. Poeh, ik heb het spannend gevonden. Ik heb er heel lang naar zitten kijken. Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk ook gewoon in slaap gevallen. Want ja, die uitslag die heb ik niet meer meegemaakt. Die hoorde ik de volgende dag. En het was toch wel eventjes schrikken hoor. Toch wel even schrikken zeg. Als je dan ziet hoe de linkse partijen op een sodemieter hebben gekregen zeg. Van het linkse blok is bijna niks meer over. Ja, en dan hoor je het weer, hè? Dan komen toch de geluiden komen weer op van ja, misschien moeten we toch maar beter gaan samenwerken als linkse partijen. Of sterker nog, misschien moeten we toch maar gaan fuseren. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Zoals jullie weten ben ik, hè, dat liet ik in mijn vorige filmpjes al zien, ben ik opgegroeid met de Partij van de Arbeid eigenlijk. Hè? Die is er in mijn leven altijd geweest. He, van GroenLinks en de SP ligt dat iets anders. He, GroenLinks is zelf een fusiepartij, laten we eerlijk wezen. Maar de Partij van de Arbeid, stel je nou voor dat die partijen gaan fuseren. Dat GroenLinks, de SP en de Partij van de Arbeid een nieuwe linkse partij gaan vormen. Dan zou de Partij van de Arbeid niet meer bestaan. En dat is toch een beetje raar. En daar zei ik al voor de gein. Dan moet die nieuwe partij gewoon ook maar weer Partij van de Arbeid gaan heten. Maar het is geintje natuurlijk. Het zal nooit gebeuren. Daar zullen die andere twee partijen nooit genoegen mee nemen. Het is een fusie. Dus we maken samen iets nieuws. Maar we gaan niet op in de Partij van de Arbeid. Dat is heel iets anders. Maar wel een dingetje. Ja, hoe moet je zo'n partij daar noemen eigenlijk? Verzin eens wat. Hebben jullie ideeën? Nou, ik zou zeggen, zet ze in de commentaren. Misschien dat iemand het leest en... Ja, ik zat zelf te denken aan Sociaal 21, toch? Ik bedoel, sociaal dekt een hele grote lading en 21, ja, het jaar waarin het dan gebeurt. Maar ja, we gaan het zien. Het was hoe dan ook een hele enerverende avond. En ik ben al een beetje begonnen met formeren. Dus ik heb mijn klapblok hier al bijgepakt. En ik ben eens gaan kijken wat is een hele goede en logische formatie zou zijn. Maar dat is ook wel een dingetje hoor, Want eigenlijk wilden we natuurlijk, tenminste dat wilde Rutte, dat wil eigenlijk iedereen, dat die formatie dit jaar niet zo lang gaat duren. Maar dan ga je kijken naar de uitslag en dan denk je van ja, de coalitie kan niet zo doorgaan zoals hij het afgelopen jaar was. Daar komen ze net even wat tekort, daar moet een zeteltje bij. En dan kan je zeggen van de Partij van de Arbeid, maar dat lost het ook niet op. Hè. Er moet er nog een partij bij. Maar ja, de Partij van de Arbeid wil alleen maar met GroenLinks samen in het kabinet. En dat betekent natuurlijk weer dat het kabinet weer te links wordt. En dat vindt Rutte weer niet goed. En dan hoorde ik vandaag dat Rutte zelfs wil kijken of misschien jaar 21 erbij kan komen. Maar ja, dat vindt D66 natuurlijk weer niet goed. Ja, ik denk dat die formatie toch veel langer gaat duren dan dat we allemaal gedacht hadden. Nou ja, betekent dat we voorlopig weer leuke televisie houden, leuke gesprekken houden in de praatprogramma's. En ik blijf er dan ook lekker naar kijken. Maar om dan toch even terug te komen. Hè. Even terug te komen op de uitslag van de verkiezingen. En terugkomen eventjes op al die partijen die nu gekozen zijn. 17 partijen komen in de Tweede Kamer. De BBB-partij en Bijeen. En, jongen, het is me echt een versnippering. Hè. Het is echt een versnippering. Het maakt het natuurlijk niet makkelijk. Niet makkelijk om te formeren. Niet makkelijker om meerderheden te krijgen in het parlement. Ja... En sowieso gaan die vergaderingen nog langer duren, want iedereen wil zijn zegje doen. Hè? Elke partij heeft zijn spreektijd. Ja. En in dat opzicht zou het misschien natuurlijk ook wel weer fijn zijn als dat linkse blok gaat fuseren en dat de versnippering weer wat afneemt. Want ja, dan vallen er drie partijen weg en dan komt er één grote linkse partij voor terug. Maar werkt dat wel? Hè? Werkt dat wel, het fuseren? Is het altijd zo dat wanneer je samen gaat, dat dan de som van de partijen bij elkaar altijd meer is dan wanneer je de aantallen zeteltjes van de losse partijen bij elkaar op gaat tellen? Want vergeet niet, hè? Vergeet niet. Het CDA en ook GroenLinks, dat zijn ook fusiepartijen.
En volgens mij, ik weet het niet meer precies, maar volgens mij, zo groot als het CDA nu is, waren volgens mij de delen van het CDA destijds, de KVP, de CHU en de ARP, die zijn alles zo groot geweest. Dus wat is nou het effect geweest? Je gaat samenwerken en dan word je als nieuwe fusiepartij word je alsnog weer kleiner. Dus de vraag is of in dit geval de teleurgang van links, of dat wel te stoppen valt. Of zo'n fusie ook echt de oplossing is. Maar ja, je moet wat, hè. Je moet wat. Ik ben er niet op voorhand tegen, hoor. Ik ben er niet op voorhand tegen. Maar makkelijk zal het niet zijn. Misschien Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat zal nog wel gaan. Maar de SP is toch weer een hele andere partij, hè. Er zullen een hoop mensen water bij de wijn moeten doen. En daar zijn politici niet altijd even goed in. Ja, en nu ik er zo over nadenk, hè. Ik bedoel, dan zeg ik dan wel dat de versnippering dan minder wordt, want dan heb je gewoon één linkse partij. Maar is dat wel zo? Ik bedoel, stel je voor, we hebben zometeen één nieuwe grote linkse partij. Dus weg Partij van de Arbeid, weg GroenLinks, weg SP. En we hebben gewoon de nieuwe partij, en die noemen we even voor het gemak Sociaal 21. Nou, dan zijn we een jaartje verder. En wat gebeurt er dan in Sociaal 21? Dan krijgen we ook gewoon weer ruzie. En dan gaan mensen zich weer afsplitsen. Want ja, er zitten toch allerlei kleuren in die partij. En die meningen, hè, die vroeger bij de SP en bij de GroenLinks mensen zaten, die zitten dan allemaal in die ene partij. En dat gaat uiteindelijk ook weer botsen. En dan krijg je weer versnippering. Dan komt er, wie weet, komt er dan gewoon weer SP 2.0, GroenLinks 2.0. En er komt er ook wel weer een nieuwe Partij van de Arbeid. Nou, wat is dan je winst? Dan heb je dan een fusiepartij, hè, dus Sociaal 21, van de oude Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP. En dan heb je vervolgens weer drie nieuwe partijtjes, omdat die zich weer niet konden vinden in die fusiepartij. En dan wordt links misschien nog veel versnipperder dan het nu al is. Ja, de toekomst zal gaan zeggen, ik weet het niet. En wat ik wel overweeg, even serieus, en nu even echt even serieus, dat is wat ik echt overweeg. Als ik het allemaal zou bedenken, hoe het allemaal zou moeten en kunnen gaan. En misschien richt ik zelf wel een partij op. En dan zat ik te denken om die partij de Blijvertjes te noemen. En dan lijkt het me wel iets om een progressieve partij aan de linkerkant van het spectrum te maken, maar dan niet, hè, want dan zullen jullie zeggen van ja, maar dan ga je nog meer versnipperen, dan kom jij als jouw partij ook bij. Nee, ik ga geen kleine partij oprichten, ik richt een grote partij op. Gewoon gelijk een grote partij. Ja, maar ja, hoe doe je dat? Nou, als jullie dan gewoon allemaal nu alvast beloven dat als ik die partij ga oprichten, dat jullie dan gewoon aan me stemmen, dan ben ik al heel eind. Zullen we het afspreken? We gaan het zien. Dat is pas over 4 jaar. Tenminste, als de formatie goed gaat nu. Hè? Want als de formatie niet goed gaat, als de VVD zegt, ja, maar wij willen echt alleen maar met een rechtse partij. En wij willen niet tegemoetkomen aan wat D66 zegt van, er moet een linkse partij bij. Ja, dan kan het nog en een hele lange formatie duren. Of het kabinet klapt zo meteen weer. En dan hebben we volgend jaar gewoon weer verkiezingen. Kan ook nog. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Ik blijf het spannend vinden. En hebben jullie nog leuke suggesties voor de nieuwe partij? Dingen waarvan je zegt, van, nou, dat moet dan in het partijprogramma komen. Ja, stuur het me op, laat het me weten. Dan ga ik eens even puzzelen. En wie weet komen we er samen uit. En dan gaan wij gewoon de nieuwe partij, de Blijvertjes, oprichten. Word ik natuurlijk wel minister-president. Dat spreken we wel van tevoren af. Ik ben wel lijsttrekker, lijstaanvoerder, fractievoorzitter. En de nieuwe minister-president. Het heet niet voor niets te blijven. Het is partij natuurlijk. Maar goed, ik ga weer wat nuttigs doen. Ik heb jullie even bijgesproken over de verkiezingen. Het zal even het laatste filmpje zijn, neem ik aan. Laat ze me even kwekken in Den Haag. Laat ze er maar uitkomen. Als er rare ontwikkelingen zijn. Als er iets gebeurt dat ik denk van ja, maar daar moet deze meneer van de Blijvertjes echt weer even wat over zeggen. Daar ga ik weer een filmpje over maken. Ik vind het eigenlijk nu wel even goed geweest met de verkiezingen. Dus volgende keer weer een ander filmpje. En ik zou zeggen, tot de volgende keer dan maar weer. Tot ziens allemaal.